zit heel... Oh, het zit heel dicht op elkaar. Twee zaadjes. Ja, dat heb je. Dat heb je. Dat geeft niet. Precies, die zaaien met een fout. Dat heb je wel eens. Maar dat witte poedertje, joh. Dat is veel te veel fosfaat. Dat is die fosfaat. Oh, joh. Pink start. En dat zat bij het zaaien in die bakken? En die granulaatbakken die we opgepoot hadden. Maar dat is de proef dus. Ja, die ging het even proberen. Want hoeveel die kwijtraakt. En, ja. Ja, hij raakte dus veel te veel kwijt. Dus thuis hebben we het goed gedaan. We hebben hier maar één omgang gedaan. Oké. Okay, kijk, ja, hij is wel goed aan het kiemen zien. Hij gaat toch goed. Uitjes zien. Ondanks, ja. We zijn al klaar met spuiten. En dan zit er ook nog een beetje restvloeistof in de... In een spuit, dus water met middel. Ik heb het nu wel zien. Er zit nog een klein beetje in. Liter op 30, 20, 30. Met een nieuwe spuit en dan is er nog veel minder rest open. Dus dat ga ik doen. Ik ga dat verdunnen met water nog weer. Door te spoelen. Oké. Zet ik even de kraan om. Zet ik hem op spoelen. Komt een schoonwatertank in de tank en dan spoelt hij het. Schoon. Nou, als ik 100 liter achteruit. Dan heb ik de 100 liter bij doorgemengd en dan ga ik dat verspuiten. Oh ja. En dat doe ik dat straks... apparaatje geeft aan hoeveel liter? Hoeveel liter erin zit. Oh ja. En dat doe ik straks nog een keer. En dan nog een keer. Dan ga ik dat aan het middel. Ja, ja. En zo, en dan verspuit ik hem over. Vaak spoelen. Ja. Dan ga ik nou eerst verspuiten over de kamer. Oké. Okay. Hij zou spoelen hoor, duidelijk. Er komt er allemaal gewoon water in en het voelt het helemaal. Die door de weerspiegeling zelf niet zo goed wat ik stil, maar ja.